Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik sta vandaag in ons trapgat en dat is omdat ik het trapgat een makeover ga geven. Ik heb je vorige keer al laten zien hoe ik onze trap licht roze verfde. En toen vertelde ik al even dat ik ook iets anders met de muren wil. En dat ga ik vandaag doen. Er zit nu een donkerblauwe verf op en die heb ik als een soort lambrisering aangebracht langs de trap schuin naar beneden. En dat wil ik gaan vervangen door een behang. En dat is deze. Ik heb deze gekocht bij de Quantum en ik heb nog nooit behangen in een trap gehad, laat staan met een soort van schuine lambrisering. Geen idee of dit makkelijk te doen is, we gaan het zien en ik neem jullie mee in het proces. Wat heb je nodig als je gaat behangen? Allereerst het behang dat je hebt gekozen natuurlijk. Let er altijd even op dat de verschillende rollen hetzelfde verfbladnummer hebben. Dan zorg je dat er geen kleurafwijking is tussen de rollen. Je hebt lijm nodig. Let erop dat de lijm geschikt is voor het type behang dat je hebt gekocht. Ik heb een vliesbehang, dus ik heb lijm geschikt voor vliesbehang. De lijm die ik heb gekocht is kant-en-klaar, want dat vind ik gewoon het meest handige. Daarnaast heb je nodig een bakje, een kwast of een roller en even een houtje om de lijm door te roeren. Een behanglineaal, dat zorgt ervoor dat je het straks allemaal recht kunt afsnijden. Een behangspatel heb je nodig, daarmee strijk je het behang glad op de muur. Ik heb nog een naderoller. Ik vind dat handig. Het is geen must. Een scherp mesje is wel heel belangrijk om te hebben. En verder is het handig om een waterpas te hebben en even een potloodje om eventueel een streep te zetten. Ik heb sinds kort een laserwaterpas. Ik ga die uitproberen, maar je kunt prima een gewone waterpas gebruiken. Als laatste is dit optioneel. Ik had dit nog in huis. Dat is behangen randenlijm. Het kan handig zijn om even de hoekjes nog een keer extra van een beetje lijm te voorzien. Maar dat is absoluut geen must. Ik weet ook nog niet of ik het echt ga gebruiken. Ik begin uiteraard met het weghalen van alle schilderijtjes die in het trapgat hangen. En ik heb ze verschillende manieren opgehangen. En het meeste hangen met deze strips. Dus die kun ik heel makkelijk eraf halen. Alles is van de wand af, behalve de leuningen, dus die ga ik er nog wel even afhalen. En ik trek ook meteen mijn kluskleren aan, zodat ik zo direct echt kan beginnen met behangen. Oké, wat ik ga doen bij deze trap is dat ik even meet hoe hoog de banen ongeveer moeten worden. Dan knip ik dat alvast af van het behang met natuurlijk wat extra speling. Want straks snij ik het helemaal netjes langs de randen af op exact het juiste formaat. Dat is natuurlijk anders als je gewoon een normale kamer gaat behangen. Want dan weet je gewoon dat het bijvoorbeeld 62 hoog moet zijn. Dan zou ik die banen gewoon alvast ongeveer op maat knippen. Dus met wel wat speling aan elke kant. En ook als het een patroon is, kun je dan alvast gaan uitmeten hoe het patroon uitkomt gewoon op de vloer. En die banen afknippen. Ik ga dat even anders doen, omdat het eigenlijk maar hele korte banen zijn. Ik weet niet of dit de beste methode is, maar het voelt voor mij het meest praktische. Verder heb ik gekeken of de muur waar ik tegen ga behangen, of die recht is met waterpas. Die is waterpas. Ik heb hier voor de zekerheid nog een lijntje laten lopen, gewoon als een soort van richtlijn. En we gaan het zien of dit hem gaat worden. Oké, ik begin met het insmeren van de muur met lijm. Doordat ik hier, die is uitgegaan, een streepje heb, weet ik precies tot waar het behang komt. En ik doe het iets breder dan dat het behang komt. Ik doe het met een roller trouwens, kun je ook met een kwast doen. Ik ben inmiddels een eindje gevorderd zoals je ziet en ik dacht ik geef even een update over hoe ik vind dat het handigste gaat. Nou, wat ik doe is dus zoals ik al vertelde, eerst een stukje behang afmeten, ongeveer, dat knip ik af. Dan moet je even dus goed opletten dat het patroon ook gelijk is. Dan smeer ik de muur in met lijm. Ik plak het behang erop. Je kunt dat heel makkelijk gewoon schuiven. En dan strijk ik het met deze behangspatel. Strijk ik het van boven naar beneden en van binnen naar buiten. Strak op de muur. De randjes doe ik met dit rolletje speciaal voor de randen. Dan snij ik de onderkant af. Bij ons is de trap, die loopt een beetje in een boogje. Dus dan heb ik niks aan dit rechte behanglineaal. Dus die doe ik gewoon met een scherp mesje uit losse pols langs de trap.
En dan doe ik met de behanglineaal doe ik de bovenkant. En dan haal ik daar netjes een rechte lijn af. En tot nu toe ben ik er heel tevreden over. Gaat het lekker, dus ik ga weer verder. Yes, het trapgat is helemaal af. Het was een behoorlijke klus en ik heb gisteren echt urenlang doorgewerkt om het helemaal te behangen. Maar ik ben echt ontzettend blij met het resultaat. Ik vind het zo leuk geworden. Echt, het maakt me meteen helemaal vrolijk als ik hier loop. Ik doe ook lekker lang over de trap oplopen vandaag, want ik heb enorm spierpijn. Nou, ik had eigenlijk bedacht om hier langs de bovenrand een sierlijstje te maken. Omdat ik dacht, dan werk ik het heel netjes af. Maar ik moet zeggen dat verrassend genoeg de rand eigenlijk super strak is geworden door het netjes af te snijden met het behanglineaal. Dus ja, misschien laat ik het zo zitten. Want dit zorgt er wel voor dat ik er nog wat decoratie zo overheen kan hangen. Dus daar ga ik nog naar kijken. Ja, verder ga ik de leuningen misschien nog in de kleur van de trap plakken. Daar moet ik heel even over denken. Ik dacht dan die houders om die goud te spuiten. Nou, altijd weer ideeën genoeg hier. Over het algemeen kan ik zeggen, het is een klus die je dus in je eentje kunt doen. Het is mogelijk om langs je trapgat een lambrisering te behangen. Het is soms wel even lastig bij de randjes. Maar neem gewoon je tijd en zorg dat je gewoon een heel scherp mes hebt. En daarnaast wil ik nog even zeggen dat ik super tevreden ben over het behang van de Quantum. Ik heb nooit eerder met behang van de Quantum behangen en ik hoorde wat wisselende verhalen over de kwaliteit. Maar deze is echt fantastisch. Het is super mooi mat. Het werkt heel makkelijk. Het scheurt niet. En ja, ik vind het echt, echt een aanrader. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ga je zelf aan de slag of heb je nog vragen? Laat gerust een reactie achter. Ik vind het altijd super leuk om te lezen. En ik waardeer het ook onwijs als je wilt abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende video.